Maak er wat moois van. Veel succes. Aan hun kennis van de Nederlandse taal ligt het niet. En toch is het spannend. Ik heb vannacht niet geslapen. Ik werd zwetend wakker. Ziet u het zweet op mijn voorhoofd parelen? Het initiatief om het VWO-examen Nederlands te maken komt van deze lerares op het Dominicus College in Nijmegen. Mijn leerlingen ervaren het als het horror-examen. En er is heel veel te doen in de media over het examen Nederlands. En ik wil nu wel eens de proef op de som nemen. Dat deze taalprofessionals een 10 halen, zit er waarschijnlijk niet in. En dat is nou juist het probleem dat ze willen aankaarten. Vorig jaar hebben er in heel Nederland 38.000 mensen meegedaan aan het VWO-examen alleen al. En had niemand een 10. En dat is de afgelopen 6 jaar steeds gebeurd. En alleen voor Nederland. Om mee te mogen doen geeft de inspectie speciale toestemming. Wel beginnen de profs een half uurtje later. En dan is natuurlijk de vraag wie het beter gaat doen. Er kwamen leerlingen naar me toe die zeiden: mevrouw, zullen we een weddenschap houden? Als ik het beter doe dan u, dan gaat u mij trakteren. Dus ik denk dat ze het wel leuk vinden. Ja. En heb je die weddenschap gemaakt? Ze durfden uiteindelijk niet. Een andere leerling zei: ja, dat gaat je dus nooit lukken, hè? Beter doen dan zij. Dus. Ik zie er een beetje op om hierdoor vernederd te worden door dit examen. Maar tegelijkertijd lijkt me dat ook wel weer heel grappig. En als ik nou eerlijk ben, hetgene waar ik misschien wel het meest tegen opkijk, is dat 3 uur lang met de hand moeten schrijven. Dat zijn wij oude mensen toch niet meer zo gewend. Het examen duurt 3 uur. Na afloop is er opluchting, maar ook onzekerheid. Ik kwam naar buiten en ik dacht: ik heb het echt geweldig gedaan. En toen had ik het er net even met een collega over vraag 1. En daar hadden wij al allebei verschillende antwoorden. Ik hoop op een 7'tje. En dat heb ik wel gehaald volgens mij. En die 10, die zit er waarschijnlijk nog niet in. Ik vrees van niet. Nee, ik heb nu al een paar vragen waarvan ik denk: oh, daar had ik eigenlijk iets anders moeten antwoorden. Dus nee, ik ga geen 10 halen. Misschien een 9.